Suarez. Wat gaat hij nou doen? Ja, ja, ja! Ja! Oh, oh, wat was dat mooi geweest, hè? Die Isak stond meters voor zijn doel. En oh, wat moest hij achteruit. Ja, wat is dit dan toch schitterend. Dat je dat ziet, dat je dat voelt, dat je dat denkt te kunnen. En dat het dan ook bijna lukt. Maar dat, oh, een kopstootje nog, een neiging daartoe. Met Bakal en Suarez. Er zijn opgebonden standjes. Nee, dat is geen kopstoot. Dat is een beetje. Ja, ja, dat lijkt op zo'n Tyson act. Zo'n een beetje een. Ja, dat is een beet. Pereiro is er door en de ruimte is krap, maar hij weet het gaatje te vinden. En PSV leidt in de 7e minuut. Vroege voorsprong, PSV, doelpunt, Pereiro. Omringd door 3 Ajaxiden lijkt het toch een vrij hachelijke onderneming te gaan worden voor de Uruguayaan. Maar de kleine ruimte, het kleine gaatje dat er is, in de korte hoek bij Sillissen, is voldoende. Dus is het een knappe goal. Hendricks, zo simpel, zo doeltreffend. Pereiro naar zijn linker. Pereiro, mooie goal. En PSV leidt. Weer Pereiro. 2 goals voor de Uruguayaan. De vervanger van Lestienne, hoofdrolspeler in deze Ajax-PSV. Maar veel complimenten, veel vreugde zal ook uitgaan naar Hendricks. Want die speelt zo rustig, zo beheerst, zo goed vooral. Bedient Pereiro, 1 beweging naar zijn linker. Riedewald gezien, feilloos in de lange hoek. Een toptalent dat zich laat zien in de arena. Ah, zit erin! Wat een prachtige trap van Aizati! Wat een prachtige trap! Hij heeft gezien waar Titon staat. En dat is net dat metertje voor het doel waar hij hem overheen gooit. Siem de Jong, controle, schieten en hij scoort hem. Siem de Jong maakt de gelijkmaker. Waarbij je dan dient te zeggen, uitgerekend hij. De speler die in dit stadion nog zo vaak te zien is op foto's met een Ajax-shirt aan en een schaal in zijn handen, wordt hier weggestuurd. Dus een controle daar en is het moeizaam, maar krijgt hij het toch voor elkaar om die bal daar nog een zetje mee te geven. Ja, het is vol op het rechterbeen gaan staan. Dat is geel, dat is misschien wel rood ook. Kijk eens even, vol erop. 1 been en als het even had gekund, de tweede been er ook nog bij. En Weegreef laat dit gaan. Je kunt ervan vinden wat je wil. En weer Davids die met 2 benen ingaat. Nou, Weegreef, nu. Ja, dat lijkt me ook, ja. En neem daar de Mari mee, wat daar zojuist gebeurde met Farfan. Maar dit slaat echt helemaal nergens mee op. Wat bezielt hem. Met 2 benen inkomen. En waarom? In de 93e minuut van een wedstrijd waarin je met 2-0 achter staat. Koku. De bal moet in 1 keer voor, want het zijn werkelijk de laatste seconden van de eerste helft. Verder Wolle Wesseling nog met een kans. Van Bommel, 2-0. 2-0. Op slag van rust. En ook deze is binnen. En zo staat er hier nu 0-3 op het bord. En een voorsprong van 3 goals zal PSV niet gaan verspelen. Van Bommel en nummer 4. Het is de dag van Mark van Bommel. Een glorieuze dag voor de geboren Maasbrachter. Hendricks naar Angelinho. Lastig aangespeeld. Zo, dat been is wel heel hoog van Mazraoui. En die gaat daar ook geel voor krijgen voor die actie ten opzichte van de linksback. Nou, kijk naar het
hele elftal van Bommel. Die duiken op de scheidsrechter omdat zij er wat meer in zien dan geel voor de rechtsback. Nou, behoorlijk op de rand. In de lucht en dan toch nog een strekkende beweging met dat been van Mazraoui. En blijft het bij geel? Of zet hij het om in een rode kaart? Mazraoui moet zich melden. En de gele kaart gaat weg. En wordt vervangen door een rode kaart. Ajax door met 10. Dat is een wending. Na 10 minuten in de tweede helft. Na ingrijpen van de VAR. En dat is opvallend. Van der Schaaf, Vennegoor en Kessman is buitenspel. Zegt de grensrechter. Internationaal meest erkende Nederlandse grensrechter. Maar had hij gelijk in deze situatie? Inderdaad, hij had gelijk. Vennegoor wint het duel en dan is daar wel de treffer aan Jan Robben. 14e minuut en het is, gezien de voorgaande minuten, logisch dat het PSV is dat scoort. Domme. En buitenspel Ibrahimovic. Hoewel niet Ibrahimovic bij nader inzien buitenspel lijkt, maar hoogstens een medespeler. En dan Ibrahimovic. Robben vindt nu Bauma. Kessman met de ruimte, daar is Kessman met de goal. In de derde minuut van de tweede helft heeft Mattea Kessman zijn doelpunt, zijn 18e van de competitie. Galasek, weer gevaar, van der Meijden scoort. Vrij schop voor Stekelenburg, die laat los, binnengetikt. En hij wordt geteld, Vennegoor of Hesseling. De verwarring is compleet, maar Bosse, de scheidsrechter, wil dat Ajax aftrapt. Want dit is dus het doelpunt dat telt. Als Stekelenburg in het duel met Vennegoor, die hier niet getrapt wordt op een ongerechtigheid. En dat valt de Billeke, scoort. Luciers, alles wijkt. En dan is het dus wel raak door Vennegoor als de bal terugkomt van de paal. Daarmee lijkt de race gelopen. Dat PSV een doelpunt mag nemen van der Meijden en reageert, zit vervolgens zo af. Mag de wedstrijd wel door zonder hoekvlag? Dat mag dus niet. PSV wint opnieuw in Amsterdam. Ibrahimovic was de beste man bij Ajax, maar het was meer strijd dan kwaliteit. Oogstrelende acties waren er nauwelijks, maar het nieuwe bewustzijn van PSV, dat door Hiddink uiteindelijk en eindelijk is afgedwongen, werpt vandaag de vruchten af. Younes, Casera met het overstapje voor Klaassen, wat een geweldige goal! Wat heerlijk geraakt die bal! Wat een knal van Klaassen. Kijk even waar die bal terecht komt daar. Geweldige plaats. Daar kan een keeper nimmer nooit bij. Al 100 watt. En dan draait hij naar buiten.
Overtreding Edison Mendes. Die hard door gaat op snijden. Tweede gele kaart van de wedstrijd. Tweede gele kaart voor een PSV. Zuid-Amerikaanse tackle van Edison Mendes. De gele kaart is absoluut op zijn plaats. Ook gewoon nog met het been omhoog. De bal over de zijlijn en een ingooi voor Ajax. De bal weggeschoten door Mendes. Die heeft al geel. En dan komt hier de tweede geel, ja. Rood dus voor de man uit Ecuador, Edison Mendes. Een hele domme tweede gele kaart voor hem. Ravenberg, Tadic. En daar de kans op de treffer. En het is ook meteen raak. Berghuis in de 19e minuut. PSV is agressief, in de goede zin van het woord. Maar komt wel een 2-0 achter. Het is wat dat betreft een super merkwaardige wedstrijd waarin PSV voor, tijdens en na die treffers van Ajax eigenlijk volledig meedoet, maar wel met 2-0 achter. PSV meer en meer in de problemen omdat er foutjes gemaakt worden en Anthony straft het af. Haller is nu de aangever. PSV werkt zichzelf in de problemen. Loopactie van Anthony, loopactie van Haller. Haller kapt. Daar is Klaassen. En als Klaassen de bal heeft in de 16. Tja. Even kijken of hier de onderste voor Tadic nog komt. En die komt er. Dan is het feest voor Ajax meer dan compleet. Is er dubbel en dwars terugbetaald. Simons van de bal gezet door Rens. Althans, ja, uiteindelijk van de bal gezet. Oh, Alvarez in de rug gebeukt door Sangaré. Reageert daarop. Het spel gaat door. Druk blijft van PSV. Heeft door dat dit misschien wel het moment is om die druk te zetten op Bessie. Maar uiteindelijk kan Ajax door. Is dit een gele kaart voor Obispo? En is er nog een gooi bij ook? Oh, het loopt helemaal uit de hand nu. Het loopt helemaal uit de hand. Uit het niets. Laatste Eredivisiewedstrijd voor Makkeli voor die naar het WK gaat. Dat is 1. Dat is 2 voor Alvarez. En daar lijkt het bij te blijven. Alvarez die al wat reageerde richting Sangaré eerder. Toen hij een duw in zijn rug kreeg van Sangaré. Hier begint het allemaal. Dan wint Ajax de bal. Maar het gaat PSV vol druk zetten. Daar de beuk van Sangaré in de rug van Alvarez. Daar reageert Alvarez weer op. Dat is de eerste frustratie. En daarna onder andere deze. Bessie, nou, dat is allemaal keurig op de bal. Niks aan de hand ten opzichte van Gutierrez. Is geen overtreding. Veerman is woest. Naar een duw uitgedeeld. Zo. De gezichten. Het is afgelopen en PSV wint met 2-1 in de Johan Cruijff Arena. Het wordt nog even onvriendelijk op het veld. Alvarez en Ramalho. Dan ontspoort de wedstrijd op het einde toch weer. Een wedstrijd onder hoogspanning. Met een einde dat daar dus bij past. Het is een vrij merkwaardig einde van een topper die qua niveau geen seconde in de buurt kwam van een topwedstrijd. PSV wint verdiend, want speelde dan echt nog het beste van de twee. Ajax stelt over 97 minuten gewoon zwaar teleur. Heeft amper goed voetbal laten zien. Neres in de kleine ruimte is alleen Tadic, komt eraan. En dan de valpartij van Neres, ben nog niet aangetikt? Nee, zegt Kuipers, geen contact. En bij Ajax vragen ze aan Kuipers of hij nog naar de situatie gaat kijken. Van de Beek doet dat ernstig nadrukkelijk. Het duel op de achterlijn. Er wordt naar gekeken. Er is contact met Kuipers. En uit die hoek, de extra hoek, is te zien dat er inderdaad contact is.
Dat voelt Neres ook. Die zet nog een stap voordat hij dat been laat vallen. Dat pleit dan weer tegen de Braziliaan. Zeer lastige situatie voor de scheidsrechter. Penalty. 72e minuut. Tadic. Of Zoet. Dusan Tadic. 2-1 Ajax. Anita. Pantelic. Bal eigenlijk alleen maar binnen te houden. Nou, zo dus. Emanuelsson. En schieten. Dat moet dan met rechts. Maar dat kan hij ook. Urbi Emanuelsson. En ook de dank natuurlijk naar Pantelic. De enige die dat ziet en doet is Anita. In de 43. Het is 2-0 voor Ajax. Met dank ook aan Pantelic. Wat een gevoel. En dan doet hij het met rechts. Oh, wat een doelpunt.